In deze film snel wat aandacht voor verscherpen in Snapseed. Verscherpen in Snapseed is kinderlijk eenvoudig. Je vindt het filter hier bij het potloodje en dan heb je daar details staan. En het filter bestaat uit eigenlijk niet meer dan twee dingen. Als je hier op aanpassen klikt, krijg je de keuzes. En je hebt structuur en je hebt scherper maken. En ik selecteer eerst even scherper maken. Nou, het begint gewoon heel simpel op 0. En als je naar rechts schuift, dan schuif je er geleidelijk aan meer scherpte in. Dit is even terug naar links. En dit is gewoon een stukje scherper. Ik hoop dat je het verschil ziet. Het kan dat door de compressie van het uploaden het effect een klein beetje verloren gaat. Maar als ik iets inzoom op de schildpad, zie je dat hopelijk wel wat beter. Dit is met de scherpte uit, en dit is met de scherpte aan. Nou, en dit heeft alleen effect aan scherpte op je foto. Het andere effect dat is structuur. En dat heeft op meer effect dan je scherpte. Als je die gewoon naar rechts haalt, dan zie je dat je foto wel scherper wordt. Maar je ziet misschien ook hier linksonder dat er meer van de rots zichtbaar wordt. Als ik kan bijvoorbeeld even terug naar nul haal. En even opnieuw aanhaal, dan zie je dat dat ook een klein beetje oplicht. Het filterstructuur dat doet niet alleen iets met scherpte. En scherpte is eigenlijk alleen maar contrast bepalen op heel lokaal gebied. Maar het doet niet alleen iets met scherpte. Het doet ook iets met je licht en ook iets met je kleur. En het kan zijn dat je soms foto's hebt waarbij de effecten dan heel raar worden. Je kunt het effect dan gewoon geleidelijk toepassen. Of je kunt eventueel later nog met correcties van verzadiging bijvoorbeeld werken. En het voordeel van structuur is dat je er ook dingen zachter mee kunt maken. Want je kunt ook naar links schuiven. Nou, je ziet dat eigenlijk gewoon de foto heel wazig wordt. Interessant verschil tussen structuur en verscherping. Nou, als ik op verscherpen druk, dan zie je dat mijn foto wel scherper wordt. Let even op de zonnestralen in de achtergrond. Dit is zonder scherpte en dit is met. Ze zijn een klein tikkeltje nadrukkelijker aanwezig. Maar als ik de structuur opengooi, dan zie je dat die zonnestralen veel beter aanwezig zijn. En dat is heel eenvoudig het verschil tussen scherpte en structuur in het detailfilter van Snapseed. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei.